In de Franklinstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag een geparkeerde auto in brand gevlogen. Ook een ernaast geparkeerde auto liep lichte schade op. De auto stond vlak naast woningen in een woonwijk geparkeerd. Omstanders hoorden vlak voordat de brand ontdekt werd 3 luide knallen. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. De auto is bij de brand dermate beschadigd geraakt dat deze rijp voor de sloop is. Dat zal maar je